We pakken vandaag de cabareteurtjes er toch even tussenuit. En dat is altijd een beetje lastig. Ik had hem al losgeschroefd. En bij de Silverwing GL500, dat is geen CX500 aanzuigbuis. Deze zijn niet meer te krijgen. Deze staan onder een andere hoek. Dus dit motorblok is hetzelfde. Maar voor de CX staan de carburateurs verder uit elkaar, waardoor je een kortere aanzuigbuis krijgt. En nu met een langere aanzuigbuis, dit model is niet meer leverbaar. Geldt ook voor de 650. Wees er zuinig op. Wees er zuinig op. En dan gaan we even naar de andere kant. Ja, ik weet het. Volle bent hier zo. Godverdorie, dat motorblok gaat weghalen. Elke keer stoot ik me zo meteen. Zo. Nou. Die gaat makkelijk los. Ook hier kijken. Slijtage, ja. Scheurtjes, nee. Bruikbaar. Nieuwe o-ring erin. Klaar. Joehoe. We hadden al wat dingen losgeschroefd. Ja, dit gaat allemaal precies er tussendoor. Showkabel had ik al doorgeknipt. Die gaskabels heb ik gecontroleerd. En originele Honda gaskabels zijn verschrikkelijk goed. Dus als er geen rafeltjes aan zitten, dan gaat die voorlopig nog wel even mee. Dus dat gaan we niet vervangen. Even kijken, ik heb 2 steeksleuteltjes 10 nodig. Ik zal eventjes zo. Een klein beetje meer ruim. Over gereedschap gesproken. Waar staat nou? Kut. Er staat die spanning op. En spanning staat hierop en het is een mannetje stekker. Dat is fout. Dat had een vrouwtje stekker moeten zijn, zodat die beschermd ligt. En ik denk dat er hier een zekering uitgeknapt is, want ik hoorde wat. Dus er staat er nu geen spanning meer op. Inderdaad, hij is geknapt. Kut, sorry. Imitatie of hobbyisme. Goed. Ook hier kijk ik of ik problemen zie. Ik wou nog wat zeggen over gereedschap. Ik heb AliExpress gereedschap liggen. En ik heb net een steeksleuteltje 8 gebruikt om daar die aanzuigbuizen los te halen. En waarom? Er zit een rateltje op. En dat rateltje is fenomenaal goed. Maar het steekgedeelte, dit gedeelte is bagger. Krijg ik niet mee elkaar. Ik heb liever dan een goed merk en daar zit ook echt verschil in. Je voelt het al met aanzetten. Dus gereedschap, ja zeg het maar, goed gereedschap speelt wel degelijk een belangrijke rol. En soms is goedkoop gereedschap best leuk en aardig. Maar soms moet je gewoon goed gereedschap hebben en dat kost geld. Zo. Waarom haal ik nou de carburateurs eruit? Ten eerste, oh ja, dat is een Silverwing, is gewoon lastig te sleutelen. Staan de carburateurs zo dicht op elkaar dat je er niet goed bij kan. En dat levert best wel wat problemen op. En wat ik in de loop der tijd heb geleerd is dat de carburateurs vaak vergeten worden als het om onderhoud gaat. Want het werkt toch? Ja, ben ik met je eens. En misschien moet je er ook vanaf blijven dan. Maar steeds vaker zie ik dat kleine aanpassingen of schoonmaken een groot effect hebben op het rijplezier. En ik weet dat Jan gaat rijden naar gebieden waar misschien wat andere brandstoffen gebruikt worden. Dus we gaan hier een kleine aanpassing maken op de sproeiers naar de huidige brandstoffen. Tada! En deze carburateurs ga ik ook delen. En we zien eigenlijk al dat hij af en toe wat misfire heeft gehad. En ingedikte benzine zien we. Oh, dan gaan we dan eventjes maar gelijk filmen. Komen jullie met mij mee? Ja, als ik een Nobelprijs krijg voor het kutfilmen, dan ben ik met je eens. Dan heb ik nu al gewonnen. Ja, ik heb de ruimte opgeruimd hier voor de remschijven. Maar ik dacht, ik ga de remschijven straks doen. Dan gooi ik deze even vast in de ultrasoon. Wat? Nou, gaan we eerst eens even kijken wat we tegenkomen. En natuurlijk, de benzine zeikt eruit. En als ik het zo zie aan de kleur, kunnen we ermee schilderen. Blanke lak, vernis, baggerzooi. Even een moment.
Goed, zoals jullie weten, schroevendraaier. Pas op, ja, ik heb er af en toe nog last van hier met de jeuk. Schroevendraaier hier erin, schroevendraaier daar eruit. Ik heb een voorbeeldfilmpje gemaakt. Ik waarschuw af en toe eens. Die wil niet los. Die wil niet los, omdat die kruiskop uitgelubberd is. Pakken we een hamer. En dan modelleer je de kop. Pak je de schroevendraaier. En dan modelleer je de schroevendraaier. Schroefjes gooien we er toch uit. Ik pak een setje van nieuw. Helemaal compleet leverbaar. Tadaa, en ik moet zeggen, valt niet eens tegen. Zelfs de rubberen dopjes zijn goed. Er zit wel vervuiling op, dus ik zie wel vervuiling. Maar op zich, pak de juiste schroevendraaier. Ja, soms weet ik het ook niet, jongens. Pak de juiste schroevendraaier om de sproeiers eruit te trekken. In deze zie ik wel de vervuiling zitten. Dit is de Slowjet sproeier en ook hier zit vervuiling. Waarschijnlijk nog niet merkbaar. Dus het is niet overal een drama. We moeten ook niet overal een drama van maken. Anders was ik wel naar de toneelschool gegaan. Daar zie je wel degelijk vervuiling liggen. Oh, die zit er gewoon los. Maar ook hoor, dat is wel makkelijker. Kijk, die schroef is helemaal verneukt en daar zit een imitatieschroef in. Voordat je hem nog verder verneukt, moduleer hem even. Modelleren schroeven draaien. Het is brandhout, dat ijzer. Dat is gewoon gummistaal. Dus je kan er best wel gebruik van maken door het aan te passen. Denk eraan, het o-ringetje, daar. En hier zie ik een fout. Dat gaan we uitleggen. Pakkingmateriaal, dat wil ik niet zien. Lijmresten, kitresten en ook daar zit kitresten. Dus het o-ringetje zit mooi op zijn plekje vastgelijmd, maar heeft ook de boel geblokkeerd. Hij werkt wel gelukkig. En dan gaan we straks uitzoeken of de kanaaltjes open zijn in de carburateur zelf. Dus ik ben er heel voorzichtig mee. Ook hier zien wij vervuiling. En daar zien we ook vervuiling. Vaak is dat roest. Roest. Zo. Deze zie je ook wat vervuiling zitten. Ja, roest. Daar zit een gaatje dicht, maar dan kan ik ook net dichtgesmeerd hebben met mijn vingers. Doet er niet toe. Het is vuil. CO2 schroeven. Altijd oppassen dat het niet afbreekt. Als het afbreekt heb je een uitdaging gecreëerd voor jezelf. Dat is altijd fijn. Uitdagingen zijn er om aan te nemen en op te lossen. En ook hier zie ik vettigheid of verdroogde iets. Ik weet niet wat het is eigenlijk. Voor mij vallen de rubbertjes er gewoon uit. Oh, er valt gewoon een poeder uit. Wat is dit? Nou, dat o-ringetje gebruiken we niet meer. En voor mijn doen mis ik een stalen ringetje, of dit is het stalen ringetje.
Dit is het stalen ringetje wat ik. Dat is op maat gemaakt. Dit is een kabeloogje geweest. Gaan we wat anders zoeken. En ik mis het rubberen ringetje. Aan de andere zijde heb ik niks uit zien vallen. Daar komt het. Dat is wel het normale materiaal. Ja. Ja, graag. Dus dat is, die is ook open, die is schoon. Dan gaan we naar deze kijken. Zo. Hier zit ook vervuiling op, maar dat zegt nog niks over de werking. Dit is een 78er, die gooien we weg. Wij gaan door naar een 80er. Geeft een iets mooiere loop met de huidige brandstoffen. En is milieutechnisch beter verantwoord. En we hebben hier te maken met een, dat is een vreemde. Ook 78, maar dat is een eentje waarbij 78 niet helemaal lekker erop is gestanst. En daaronder, pak nou die juiste schroevendraaier. Ja, verschillende diktes. Doe het nou. En dan kun je hem zo loshalen. Schoon. Haha, en het reset. Oh. Hier is ook een lopen kutten. Even kijken. Oh ja, ja, kan wel. Doen we altijd zo. Zegt mijn collega ook. Jawel. Ja, daar zit vuiligheid. Roest en narigheid achtervolgt u lange tijd. Renault. Beter kan ik het niet maken. Oh, sorry. We hebben hier waarschijnlijk 112 in zitten. 112. Gooi ik er ook uit. Ik ga door naar 115. Dan heb je net een halve ezel die meer pk's levert. En ook hier zit duidelijk vervuiling. Nou, dan zijn we lekker bezig. Of niet dan, Jan? Dit is jouw motorfiets. Dit soort dingen zijn gewoon ruk. Weggooien die zooi. Dit is prima zo. Dat is altijd vuil en zwart. En eigenlijk vind ik dat heerlijk. Want dan heeft het gewerkt. En smeert het zichzelf. Die is verkeerd gemonteerd geweest. Die had er zo in moeten liggen en niet zo. Dus dat is ook drie keer ruk. En we zien ook de zwartigheid, maar dat geeft niet. We maken hem gewoon schoon. En om de kanaaltjes goed uit te blazen, trekken we ook even de gasschuifgeleiding eruit. Maar dat is ook gelijk een blokkeerklepje om luchtkanaaltjes, want dat zijn geen brandstofkanaaltjes, maar luchtkanaaltjes, op de juiste manier hier langs te geleiden. Hier zitten twee luchtkanaaltjes en die worden daar geleid. Ook hier zitten luchtkanaaltjes. We halen voor de goede orde eventjes. Die wil niet los. Die wil ook niet los. Maar met de juiste hamer verneukt u alles. Oh jongens, ik ben vandaag zo grof in de mond. Moet je luisteren, geloof het of geloof het niet. Ik heb van een oude baas leren hameren. En ik lachte hem uit. Alleen toen hij aan de gang ging, verging mij het lachen. En ik weet niet of ze kijken. Nou ja, de bekende slijtageplekken. Kan gebruikt worden, ik weet nog niet wat ik ermee doe. Ik heb van een oude baas leren hameren. En toen ik dacht dat ik eenmaal wist hoe het moest, ontmoette ik nog een ander idioot bij Gezink in de productiehal. En die stond met een molken te hameren. En die daagde mij af en toe ook uit, want ik zat er in de technische dienst. Oh, dat is al een hele lange schroef, dat is wel luxe. Extra schroefdraad. En die stond gewoon met een molken te slaan alsof ik dit hamertje vast had. Voor mij heette die Tjeerd. Hij had ooit een aluminium boot in elkaar gelast. Maar goed, afijn.
Die man liet mij even zien wat hij met zo'n moker deed. En geloof het of niet, het is een passie, het is een kunst. En je moet het maar bezitten. Je denkt, die gozer, die lult dom uit zijn nek. Nou echt niet. Als je weet wat je met een hamer kan. Ook die zit verkeerd om, zie ik nou al. Die is verkeerd om gemonteerd, moet andersom. En deze is erg zwart, dus we hebben een ontstekingsprobleem. Weet ik vrijwel zeker. Dus we gaan daar nog even aandacht aan besteden straks. Dit is het vacuümslangetje van je benzinekraan. En dan gaan we die ook los trekken. Vroeger, en dat heb ik ook heel duidelijk in de filmpjes gezet, zei ik altijd: haal niet je carburateurs uit elkaar tenzij je plezier hebt om te puzzelen. Want het is een hel. En helaas moet ik zeggen, doe het nu maar wel. Want de O-ringetjes zijn zo slecht aan het worden dat je die ook moet vervangen. Ja, dan gaat het inderdaad waardeloos. Ik ben het met u eens. Maar oefening baart kunst. En door de loop der tijd heen heb ik me wel wat aangeleerd. Leuk is anders. En ook hier gaan wij ons best doen. En ja, het kost je moeite. Even op het volgende letten. We hebben hier het chokeveertje. En nou denk je dat die hetzelfde is als van de CX500? Nee. Wees daar zuinig mee. Koop zo'n tandhaakje, tandartshaakje en geniet daar man, met mate. En ja, daar is u, carburateur. En kijk eens wat ik hier allemaal aantref. Bruine drap, bruine drap. Dus op zich niet heel erg verkeerd. Goed, u heeft nou gezien hoe we dit allemaal opknappen. We gaan ons best doen. Denk aan het veertje, zit tussen de carburateurs in. En dan komen we daar later op terug. Bedankt voor het kijken. Groetjes.